We gaan op bezoek bij Mike Jetten, hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Hij is een expert in het vinden van bijzondere bacteriën. Met twee van deze bacteriën heeft hij een nieuwe impuls gegeven aan de waterzuivering over de hele wereld. In installaties over de hele wereld wordt flink aan energie bespaard door stikstofverbindingen met anamox te verwijderen. Mike, dank je dat we hier op het laboratorium bij jou mogen zijn op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van harte welkom. Dank je. Mike, je bent hoogleraar ecologische microbiologie. En daar heb je ook nog een Spinoza-prijs, de Nederlandse Nobelprijs, voor gekregen. Even kort, wat is ecologische microbiologie? Een hele mond vol. Dan kijken we naar micro-organismen, hoe die in de natuur met elkaar interactie hebben en hoe ze daar leven en wat ze doen. Nou ben jij, als microbioloog, heb jij twee heel bijzondere bacteriën ontdekt. De anamox-bacterie. Ja, anaerobe ammoniumoxidatie, ja. Ja, heel mooi. Daar heb je een prijs voor gekregen. En ja, wat kan die bacterie? Wat die bacterie kan, de stikstofverbindingen opzetten. Hij kan ammonium opeten. Heel veel bacteriën hebben daar zuurstof voor nodig. Maar dat hoeft anamox niet. Die kan dat zonder zuurstof. En dan zet hij dat ammonium om in stikstofgas dat de lucht ingaat. En stikstofgas, is dat niet gevaarlijk? Nee hoor, de hele lucht hier is gevuld met 80% stikstofgas. Dus als er een beetje van de anamoxbacteriën bij komt, is dat helemaal niet erg. En heeft dat een bijdrage tot CO2? Om maar eens even de hele... Nee, juist niet. Anamoxbacteriën zetten ammonium uit water om in stikstofgas. Een schadelijke verbinding in een niet-schadelijke verbinding. Ja. En om te groeien, eten ze nog een keer CO2 uit de lucht. Dus ze verminderen het broeikaseffect. Oké. En ze breken die ammonium af. Ja. Wat is nou het bijzondere dat jij zo'n bacterie gevonden hebt? Nou, op de eerste plaats dachten mensen, zo'n bacterie kan helemaal niet bestaan. Mensen hadden heel lang geprobeerd om dit soort bacteriën te vinden. En altijd als ze dat deden, nee, je hebt zuurstof nodig om ammonium om te zetten. Dus na 50 jaar zoeken, dachten ze, nee, deze bacteriën bestaan niet. Dus toen wij begonnen met dit soort werk, dachten we, nou... Wij nemen de uitdaging aan. Wij gaan proberen die bacterie te vinden. En even goed dan moet je eerst goed nadenken. Waar zou je zo'n bacterie kunnen vinden? Moet je bedenken, wat heeft die nodig? Ammonium. Ja. Waar vind je dat? En er moet weinig of geen zuurstof zijn. Dus dan moet je bedenken. Bijvoorbeeld een sloot in de Ooipolder, de modder onderin. Ja. Daar zit altijd een beetje ammonium. Daar zit zo goed als geen zuurstof. Dat kan een plek zijn waar anamoxbacteriën zitten. Of je kunt naar een afvalwaterzuivering zelf gaan en daarom vragen, waar hebben jullie hier een plek waar weinig zuurstof zit? Dus op dat soort plekken zijn wij monsters gaan nemen, ja. Hebben naar het laboratorium gebracht en zijn die toen op een heel speciale manier gaan kweken. En uiteindelijk hebben ze zo gevonden. Ook daar zijn natuurlijk in dat water zijn miljarden bacteriën. Hoe vind je dan zo'n speld in de Hooiberg? Dus wat je dan doet, je neemt een liter of 2 liter of 10 liter van zo'n afvalwaterzuivering mee van de biomassa die daar is. En hier doe je ze bijvoorbeeld in zo'n bioreactor. Ja. En in deze bioreactor kun je de condities exact vaststellen en houden zoals wij die willen. Ja. Dus we begassen hier met stikstofgas of met argon. We zorgen dat alle zuurstof eruit is. Ja. We voeden een ammoniumoplossing. Ja. En een nitraatoplossing. En we zorgen dat de temperatuur goed is. We zorgen dat de zuurgraad goed is. En dan geef je anamoxbacteriën het voordeel ten opzichte van al die andere miljoenen die erin zitten. En langzaam begint die anamoxbacterie te groeien van een paar naar 10, naar 20, naar 100. En uiteindelijk zit die hele reactor vol met bijna uitsluitend anamox. En dan zijn al die andere bacteriën afgedood of zo? Of hoe moet je dat voorstellen? Die uitgespoeld, die gaan dood of die spoelen uit. En heb je daar straks 100% anamox hierin zitten? Bijna. Ja, maar wel bijna? 90, 95. Maar voordat we overgaan op de uitleg over de spookbacterie, de Methyl mirabilis, de pitch van de week. Ik ben Angela Prudon. Ik ben docent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tevens onderzoeker daar. En ik ga iets vertellen over kletsborden. Kletsborden is een bordspel met een dobbelsteen en met pionnen voor mensen vanaf 8 jaar. En iedereen kan er aan mee doen. Het doel daarvan is praten, kletsen over sociale relaties. Het gaat over de echte dingen in het leven. Het gaat over echt contact maken met elkaar. We gebruiken bijvoorbeeld de vorm complimentjes aan elkaar geven.
of adviezen of feedback. Daar gaat het spel over. We hebben kletsborden zo gemaakt dat iedereen op zijn manier er wat van kan leren. En we hebben dat gedaan aan de hand van verschillende kaartjes die je mag beantwoorden. We hebben bijvoorbeeld een voorbeeldvraag, een groene kaart, met de vraag erop: ben jij wel eens jaloers? De gele kaarten zijn de kaarten die je af mag maken, dus vul aan. Ik ben trots op. Maar het leuke is, we hebben ook nog doenkaarten. Dat zijn de rode kaarten en dat mag je uitbeelden. Bijvoorbeeld, je bent verliefd en vertel dit aan de rest van de groep. In dit spel ervaar je dus dat mensen beperkingen hebben. Niemand is perfect. En je ervaart ook dat mensen heel veel mogelijkheden hebben. En dat is het mooie van dit spel, want iedereen mag er zijn. Iedereen met zijn beperkingen, maar ook met zijn mogelijkheden. Kletsborden is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen mensen met een verstandelijke beperking, onderzoekers, studenten en docenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En daaruit is dus het spel voortgekomen wat gaat over echt contact maken. Je leert hierdoor in het echte leven eens een keer nee te zeggen op vragen die waarop je eigenlijk altijd ja zei. En je leert ook om eigen keuzes te maken en op een andere manier mensen aan te spreken of aan te kijken. Echt contact maken. Wij zijn op zoek naar mensen die samen met ons het spel nog beter willen maken en nog voor een breder publiek toegankelijk willen maken. Dat wil zeggen, wij zouden het namelijk heel graag in willen zetten op basisscholen, binnen het speciaal onderwijs. Wij zijn ook op zoek naar mensen die ons kunnen helpen om dat in te zetten bij verpleeghuizen. Uiteraard kan het ook ingezet worden bij NEC. Het lijkt ons ook een goed plan. Hiermee bereik je echt dat je met elkaar in contact komt. Je kunt mailen naar angela.prudon@han.nl. En dan nu weer terug naar de spookbacterie. Een bacterie die zelf zuurstof kan produceren van stikstofoxide. En deze zuurstof gebruikt deze materie dan om methaan te verteren. Is dat moeilijk om op te kweken? Duurt zo'n proces lang? De eerste keer is dat heel moeilijk, want je weet niet precies wat de ideale condities zijn. Dus je moet proberen en nog eens proberen. En de eerste keer duurt het misschien een jaar, twee jaar, drie jaar. Maar als je eenmaal het recept weet, kun je het daarna heel snel doen. Ja, ja. En dat recept hebben we natuurlijk goed opgeschreven, hebben we gepubliceerd. En met dat recept kunnen nou heel veel mensen in de wereld nadoen. En nu lukt het bijna overal. Ja. Je zegt, als je eenmaal weet hoe het procedé werkt, dan is die Anamox is vrij snel op te kweken. Of is dat twee, drie maanden. En zo'n installatie die is meestal 100.000 liter op zijn minst. Ja. Dus dat gaan wij hier niet kweken. Nee. En dan heb je het echt over zulke enorme... Ja. 100.000 liter. En dat betekent dat je iedere volgende installatie kun je van die 100.000 liter aftappen en de nieuwe beginnen. Oh, dus de eerste duurde twee jaar. De volgende die gebouwd werd was in Olburgen. Dat is hier niet zo ver vandaan. Ja. En ja, dan neem je een paar tankwagens van Rotterdam, rijden naar Olburgen, doen het erin. Oh, en twee maanden later werkt het. Okay. Als ik jou in gedachten heb, dan heb ik de Anamox-bacterie in mijn hoofd. En dan heb ik de, ja, ik noem het om even spookbacterie. Maar jij mag hem nog een keer. Methylomyrabilis. Okay. Ja. Wat kan die? Nou, hij lijkt een beetje op de Anamox-bacterie. Anamox-bacterie eet ammonium. Zonder zuurstof opzetten stikstofgas. Ja. Wat deze methylomyrabilis bacterie kan, is aardgas samen met nitriet of nitraat omzetten in stikstofgas. Ja, en dat stikstofgas is veilig dus? Dat is veilig. En het bijzondere aan deze spookbacterie is dat die uit nitriet zuurstof kan maken. Ja. Nitriet is een stikstofverbinding en twee moleculen zuurstof. En deze bacterie kan die verbinding splitsen in stikstofgas en zuurstofgas. En dat zuurstof eet die weer op om het aardgas, methaan, om te zetten in CO2. Maar waar komt die nitriet dan vandaan? Die kun je in de afvalwaterzuivering zelf maken. En jullie kunnen, die bacterie heb je dus ook ontdekt. Waar heb je die ontdekt? Twentekanaal. Oh, die komt uit het Twentekanaal. Die komt uit het Twentekanaal, maar die zit ook in de Ooipolder. Die zit ook overal. Ja, ja. En ook daar weer is het goed nadenken. Waar kan zo'n bacterie zitten? Bijvoorbeeld in de Ooipolder sediment, in het Twentekanaal sediment. Er is altijd ammonium, maar er is ook altijd een beetje methaan. Ja. Er is veel nitraat dat inspoelt van landbouwgebruik. En ook daar weer, je neemt
een sediment van het Twentekanaal, een liter, 2 liter, 10 liter. Ja. Je brengt dat hier naar het lab. Probeert ook weer heel goed na te bootsen hoe het daar in dat sediment is. In dit geval geef je dan geen ammonium, maar geef je aardgas. Gas, ja. Dus methaan. Dat bubbel je in zo'n reactor. Je geeft een nitraat of een nitrietoplossing. En ook daar weer zorgen dat alle zuurstof wegblijft. En zorgen dat alle andere bacteriën langzaam uitspoelen en deze methylmerabilis het voordeel krijgt. Ja, ja. En ook ja. Daar degoot ook weer niet zo snel. Dus je een jaar, anderhalf jaar wachten tot je activiteit ziet. Hey, en dat, wat het zet, die methaan zet het dan onder. Ja. En waar komt dat methaan vandaan dan? Methaan is gewoon aardgas. Is gewoon aardgas. Dus we hebben in Nederland heel veel in de bodem zitten. Waar we het uit kunnen halen, maar ook bij allerlei processen komt methaan vrij. Ook in de afvalwaterzuivering zijn er processen waar methaan bij vrijkomt. Ja. En dat kun je gewoon zo gebruiken. Waarom kun je nou deze bacterie ook in de waterzuivering gebruiken? Wat we in de waterzuivering hebben, we moeten ammonium verwijderen. Ja. Nou, dat met zo min mogelijk zuurstof. Dan kunnen we stikstofgas maken. Anemox-bacteriën maken ook nog steeds een beetje nitraat. Ja. En sommige afvalwaterzuiveringen hebben gewoon te veel nitraat voordat ze het op het oppervlaktewater ja. mogen lozen. En deze bacterie zouden we heel goed kunnen gebruiken om dat laatste beetje nitraat, nitriet, met een snufje aardgas weg te werken. Oké. Ja. Hoe lang ben je hiermee bezig? Al heel lang, 20 jaar. 20 jaar? 22 jaar, ja. En in die 22 jaar ben je langzaam maar zeker toegegroeid naar die anemox en vervolgens naar die spookbacterie. Moet ik dat zo? Anemox hadden we al vrij in het begin. De spookbacterie heeft ons wat meer grijze haren gekost. Ja? Dat duurde allemaal wat langer en moeilijker. Ja. Anemox is altijd vanuit een toepassingsperspectief hebben we daaraan gewerkt. Ja. We wisten dat dit zou nuttig kunnen zijn voor de afvalwaterzuivering. Dus dan zie je dat heel goed toegepast en fundamenteel onderzoek hand in hand gaat. Ja. En doordat je die kennis over anemox, fundamentele kennis ontwikkelt, ga je ook naar een ander proces kijken. En met die kennis kun je dan weer nieuwe bacteriën vinden en die kun je weer toepassen. Zeer interessant. Ook, ja, het is een materie, denk ik, die niet gelijk voor iedereen toegankelijk is. Ja. Tenminste, ik heb jou verschillende malen uit zien leggen en je moet echt colleges volgen om echt diep in de materie te gaan. Maar het is wel heel belangrijk, denk ik, waar jij mee bezig en waar jullie als onderzoeksafdeling mee bezig zijn. Oké. Dank je wel voor dit interview. Graag gedaan.